supermarket. The foregathering is ago opened. La séance est ouverte. Zijn verontschuldigd. De dames Bruxelles, Klaas de Sutter, Van der Meersch, met andere plichten. De heren Dasselaar, monsieur Destex, meneer Van Loo, meneer De Bruin, voor gezondheidsredenen. De agenda zoals vastgesteld door het bureau en een addendum werden rondgestuurd. Zijn er opmerkingen? Zijn er opmerkingen? Je vous rappelle qu'en cas de contestation, le Sénat peut se prononcer par assis élevé. Geen opmerking over de agenda. L'agenda est approuvé, l'ordre du jour est approuvé. Normalement, il était prévu een mededeling van de eerste minister gevolgd door een debat. Mais, pour des raisons familiales impérieuses, le premier ministre ne peut pas être présent cet après-midi. Je remercie la présence de Monsieur Jamar, ministre du Budget, qui représente le gouvernement. Et donc, je vous propose, je vais peut-être entendre Monsieur Jamar s'il a une déclaration à nous faire, et après, je ferai une proposition relative à la procédure et au déroulement de notre séance. Monsieur Jamar, you have the floor, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs. Effectivement, le Premier ministre regrette de ne pouvoir être présent, comme vous l'avez dit, pour des raisons impérieuses, familiales, qui ne m'appartiennent pas ici, je dirais, d'expliquer, mais que chacun peut comprendre en son fort intérieur si ça devait lui arriver, et donc nous verrons ce qu'il en est. Pour l'agenda, ça évidemment il appartient au Sénat d'organiser ses travaux, le Premier ministre me chargeant par ailleurs de dire qu'il est à la disposition du Sénat à la première date possible, utile, pour faire la communication qu'il avait à vous faire, mais c'est dans les heures qui suivent qu'il sera en mesure de pouvoir apporter de plus amples éclaircissements à cet égard. Je vous remercie d'ores et déjà de votre compréhension et de votre humanité, si je puis dire. Voilà, monsieur le ministre, il est évident que le Sénat fait preuve et de compréhension et d'humanité. Nous sommes évidemment très soucieux de ces raisons. Je vous remercie en tout cas à titre personnel et au nom de toute l'Assemblée de votre présence, oserais-je dire par déférence pour nos travaux. Alors, ik stel misschien voor een schorsing van ons debat en misschien een vlug, een kort vergadering van het bureau van de Senaat om te beslissen de orde van onze werkzaamheden. Est-ce qu'on peut décider d'une courte interruption de séance, d'une réunion rapide du bureau? Je pense que c'est important que l'Assemblée se prononce sur l'ordre des travaux et que nous décidions de la poursuite de notre réunion de cet après-midi et aussi de la suite de nos travaux. Je prends en tout cas acte de la proposition qui est faite que le Premier ministre vienne zo spoedig mogelijk, zo vlug mogelijk dans notre Assemblée et puisse que nous puissions tenir ce débat. Mais om pratique redenen is het misschien beter een afspraak te doen tussen de fractieleiders en het bureau van de Sénat. Meneer Ancio, non, vous ne voulez pas la parole. Donc, je décide d'une suspension de séance très courte, d'une réunion très rapide du bureau et nous organisons nos travaux. Je vous remercie. Salle D.
écoute. Collègues, il faut nous fragen ob iedereen daar zit. Kunnen we onze vergadering herbeginnen? Dus, het bureau heeft beslist dat we zullen onze dagorde vandaag uitputten, onze vergadering afsluiten, stemmen en dan afsluiten. En dus zullen we een volgende vergadering roepen waar de eerste minister, wanneer hij kan, zijn verklaring zal doen. Donc on va traiter les autres points qui sont à l'ordre du jour et les contacts seront pris entre les services du Sénat et la chancellerie pour refixer une date pour entendre la déclaration du Premier ministre et avoir le débat. Je l'espère évidemment avant Noël, mais tout cela ne dépend pas de nous. Je voudrais que l'on transmette au Premier ministre les chaleureux souhaits et le grand intérêt que le Sénat manifeste à l'égard de cette situation. Voilà. Est-ce que nous pouvons passer au deuxième point de notre ordre du jour? Er is de voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissie betreft. En er is ook punt 3 en 4, die zijn ook wijziging van het reglement. Donc je vous propose, le cas échéant, de traiter ces points en même temps. Mais les rapporteurs, donc enfin, on va les examiner tous les trois. Donc pour le point 2, pardon, de l'ordre du jour, les rapporteurs sont messieurs Van Loo et monsieur Wall. Verlangen zij het woord? Est-ce qu'ils demandent la parole? Très bien. Vous aussi, monsieur Van Loo. Donc, Verlangt er nog iemand het woord? Est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole sur ce... Oui. Vous avez la parole, monsieur Mahou. Oui, madame la présidente, je vais faire ça très rapidement. Donc, il s'agit d'une proposition de modification de la composition des commissions. Je voudrais signaler que nous ne nous opposerons pas à cette proposition. Nous avons même voté affirmativement. Mais je voudrais signaler quand même pourquoi, en fait, on est amené à modifier la composition des commissions. Parce que si on avait une logique globale dans cette Assemblée, peut-être bien qu'on n'aurait pas été obligé de modifier. Pourquoi est-ce qu'on modifie? On modifie parce qu'il n'y a plus que 3 commissions, plus un comité d'avis des affaires européennes. Il y a 3 commissions. Et le règlement du Sénat dit que chaque parlementaire doit faire partie d'une commission. Il se fait qu'on a voulu absolument limiter le nombre de commissions à 3, et donc on est obligé d'augmenter le nombre de membres de ces commissions pour que chaque parlementaire puisse participer à une commission. Je dirais que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, conséquence aussi du fait qu'il y a 3 commissions, c'est qu'il s'avère extrêmement difficile pour un groupe politique, finalement, de participer aux commissions. Je veux bien l'imaginer, pour que tout le monde soit représenté, puisque ça apparaît le souhait de l'ensemble des membres du Sénat d'être particulièrement actifs au niveau du Sénat, en prenant en compte la totalité de ses compétences, on peut imaginer, qu'on va souscrire à cela. Je signale que ça implique une modification de la grille d'hôte en termes de droit de vote, et que c'est un élément important, et qu'il faut bien signaler qu'il s'agit évidemment d'une exception à la règle qui est la règle générale. Je n'ai pas vraiment souvenir,
en termes d'application de la grille d'Hondt sur les droits de vote qu'il y a des antécédents dans notre Assemblée ou ailleurs. Donc je pense qu'il faut souligner qu'il s'agit bien d'une exception, véritablement. Pour le reste, je renvoie à cette énorme logique qui consiste à limiter effectivement à 3 commissions pour des raisons que je ne m'explique pas encore totalement, surtout quand je vois effectivement ce qui est décrit dans la presse de manière récente où pour 3 commissions il y a autant de parlementaires, il y a autant de fonctionnaires, mais j'aurai l'occasion d'y revenir quand on discutera du budget du Sénat. Et donc, il y a cette volonté absolument, finalement, de maintenir 3 commissions. Elles sont là. Nous acceptons la modification, mais nous voulons dire effectivement qu'il n'y a pas une grande cohérence à vouloir 3 commissions, alors qu'en réalité, chacun, à l'intérieur de cette Assemblée, souhaite travailler. Quelqu'un demande-t-il encore la parole ? Monsieur Wall. Mais très brièvement, Madame la Présidente. On ne va pas revenir avec des débats qui sont déjà du passé. Il y a 3 commissions et la proposition qui a été formulée est précisément, est prise par M. Van Ackeren, est précisément de permettre à tous les groupes démocratiques de notre Assemblée de participer aux travaux de commission. Donc je ne comprends pas très bien la motivation. Il s'agit ici d'augmenter les droits de l'opposition, qui plus est, avec la possibilité également pour chacun des sénateurs d'être suppléant dans toutes les commissions. Je ne comprends pas très bien dès lors la motivation. Madame Thibault. Merci Madame la Présidente. Donc pour notre groupe, ces modifications réglementaires, nous approuverons les 2 premières. En ce qui concerne le comité d'avis d'égalité des chances, effectivement, l'article 79 est largement modifié puisqu'il ne permet pas la mise en œuvre d'un comité d'égalité d'avis d'égalité des chances de manière systématique à chaque législature et que la majorité a préféré déléguer les missions du comité d'avis à une commission permanente spécifique qui ne contrôle pas toutes les matières dans ce Parlement. Et donc, pour cette raison, sur cette proposition de modification du règlement 79, nous nous abstiendrons. Meneer Van Ackeren. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vermits we de 3 voorstellen tegelijkertijd bespreken, wil ik nog even tussenkomen op het 3e voorstel. En meer bepaald een eresaluut geven aan de fractie van Ecolo Groen, die omwille van een amendement dat weliswaar niet goedgekeurd is geworden, ons gevoelig heeft gemaakt voor het feit dat liever dan definitief te voorzien in het reglement dat de taken van het comité, dat dus niet afgeschaft wordt, ik blijf dat herhalen, het comité wordt niet afgeschaft, maar liever dan te bepalen dat dat comité zijn taken altijd ziet overgenomen worden door een vaste commissie, in de aangepaste versie, waar we een amendement zelf hebben voorgesteld, en ik ben de eerste om te zeggen op inspiratie van de collega van Groen, waarbij dat een mogelijkheid wordt voor het bureau. En dus ik kan heel goed begrijpen dat men zegt de fles is half vol, de fles is half leeg, maar ik wens toch voor alle duidelijkheid, voor diegenen die straks dat 3e punt zullen goedkeuren, aan te halen dat 1. Het comité voor gelijke kansen mannen en vrouwen wordt niet afgeschaft. Er wordt voorzien dat de taken van dat comité kunnen worden toegewezen door het bureau aan een vaste commissie. En we hebben vorige keer ook alle kans gehad om uit te zoeken waar de voordelen liggen van het ene van het andere. Het is duidelijk dat ook een vaste commissie, wanneer het aankomt op het maken van informatieverslagen, op het hebben van instrumenten die haar sterker kunnen maken dan bij wijze van spreken een adviescomité, dat er allicht in goede verstandhouding tussen alle fracties in deze Senaat goed werk kan worden geleverd, ook met betrekking tot de gelijke kansen mannen en vrouwen. En in ieder geval de CD&V-fractie wil zich daar ten volle voor inzetten. Maar ik wou gewoon even insisteren op het feit, het is een mogelijkheid die het bureau heeft, het is ook een mogelijkheid die het bureau kan niet gebruiken. Meneer Rancio. Ja, voorzitter. Aangaande de eerste 2 voorstellen, dus het wijzigen van artikel 19 en het wijzigen van artikel 19, 21, 25 en 66, kan ik u zeggen dat wij dit gaan goedkeuren, omdat dit een logisch gevolg is van de, wat ons betreft,
niet gewenste beslissing dat er slechts drie commissies zijn. Maar als men beslist dat er maar drie commissies zijn, en dat heeft deze Senaat gedaan, dan vind ik het een goede zaak dat het reglement in die zin aangepast wordt. Dus we gaan onze steun vanuit de SPA-fractie daarvoor geven. U begrijpt dat wat het derde voorstel betreft, dat we daar geen vragende partij voor zijn. We waren voor het behoud van het adviescomité as such, zoals het was. Ik heb begrepen dat de indiener wel degelijk een stuk rekening heeft gehouden met die bezorgdheid. Dat siert hem. Maar het gaat natuurlijk niet zoals wij het wouden, met name het volledig behoud. Vandaar dat we daar niet gaan voorstemmen. Maar we ondersteunen wel degelijk de eerste twee voorstellen. Dank u. Monsieur Mahou. J'ignorais que je devais me prononcer sur le point 3 et le point 4. Je vais le faire rapidement. Oui, mais le point... Non, c'est parce que les points sont liés. On peut avoir une discussion générale, mais je ne vais pas la clore nécessairement à l'issue de ce point 1, parce qu'il faut que j'examine les articles. Donc, je rendrai la parole, s'il faut, sur le 2 et le 3, mais si vous voulez, sur le 3 et le 4, pardon, si vous voulez vous exprimer... En général, sur ces points-là, je n'ai pas de souci. Bon, je peux le faire maintenant, je n'y reviendrai pas. Le point 3, effectivement, on donne à tous les suppléants la possibilité de droit de vote et même aux non-suppléants. En réalité, c'est ça dont il s'agit. Hein. On oublie le rôle des suppléants, ça veut dire que chacun peut participer et voter dans une commission. Je n'ai jamais été totalement convaincu que ce n'était pas... que ce n'était pas une incitation à l'absentéisme. Je reste convaincu qu'il y a un risque extrêmement important, mais certainement pas pour les membres de mon groupe, qui sont toujours présents en tout état de cause. C'est parce que c'est une majorité de femmes, alors elles sont toujours là. Nous voterons ce texte si ça facilite le travail de notre Assemblée, mais avec les réserves que je viens faire. Et sur le troisième point, je sais bien qu'on est dans un pays quelque peu surréaliste, que certains baptisent lapin des carpes et vice-versa, mais en tout état de cause, ce qui est proposé, c'est exactement le fait de vider le comité d'avis égalité hommes-femmes de toute sa substance, ce qui équivaut à le supprimer. Et donc, nous nous sommes largement exprimés à cet égard et nous voterons évidemment contre cette troisième modification du règlement. Quelqu'un d'autre demande-t-il la parole, Monsieur Ranlow? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik kan u zeggen dat met betrekking tot de drie voorstellen die door collega Van Akker zijn ingediend, ook onze fractie de drie voorstellen gaat steunen. Ik denk dat het inderdaad omwille van de beperking van het aantal commissies tot drie, dat het goed is dat daarom het aantal leden wordt opgetrokken tot die 20, met daar nog dus die bijkomende uitzondering voor een kleinere fractie. Ik denk dat dat... goed is voor de kleinere fracties, dat dat een geste is ten aanzien van de kleinere fracties die nu om bepaalde redenen daarom niet vertegenwoordigd zijn. Met betrekking tot het derde voorstel, mevrouw de voorzitter, collega's, denk ik dat het ook belangrijk is te benadrukken dat dus inderdaad het federaal adviescomité wordt ingekanteld, kan ingekanteld worden en dus met betrekking tot het geven van adviezen, een van de bestaande commissies om die wijze dus adviezen zal kunnen blijven geven, zodat ook inderdaad de gelijkheid man en vrouw nog steeds een belangrijk item is, maar dan wel ingekanteld in een van de bestaande commissies. Meneer De Gucht. Aangezien alle fracties tussenkomen over het feit dat ze het gaan steunen, zal ik dat ook doen. Hè. Wij steunen eveneens de verschillende voorstellen van meneer Van Akkeren. En in aansluiting op de vorige spreker denk ik inderdaad dat dat ten goede komt aan alle fracties. En ik denk dat daar een goed evenwicht gevonden is, waarbij daarnaast ook het derde voorstel zeker en vast onze goedkeuring kan wegdragen om een zo goed mogelijke werking te garanderen. En dat is toch wat hier de bedoeling is voor de volgende jaar. Vraag nog iemand het woord? Nee, de algemene bespreking is gesloten. We gaan nu over tot de bespreking van het enige artikel. Pas d'observation. Aangenomen. Dan punt 3. Het is ook het voorstel van wijziging, tot wijziging van de artikel 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat.
om het systeem van de vastplaatsvervangers op te heffen. De rapporteurs zijn de heer Van Loo et monsieur Wall. Demandent-ils la parole? Rapport écrit. Quelqu'un demande-t-il la parole? Étant donné qu'on a déjà eu la discussion générale, je clôt ici, si personne ne demande la parole, la discussion générale sur ce point. We gaan nu over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1, geen opmerkingen, aangenomen. Artikel 2, pas d'observation, adopté. Artikel 3, geen opmerkingen, aangenomen. Artikel 4, pas d'observation, adopté. Alors, punt 4, proposition de modification de l'article 79 du règlement du Sénat en ce qui concerne le comité d'avis pour l'égalité des chances. J'ai cru comprendre que les rapporteurs, messieurs Van Loo et Wall, se référaient à leur rapport écrit. Verlangt er nog iemand het woord? Nee. De algemene bespreking is gesloten. We gaan nu over tot de bespreking van het enig artikel. Geen opmerkingen. Adopté. Et donc nous procéderons au vote sur l'ensemble tout à l'heure. Alors, point 5 de notre ordre du jour. Verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag. Punt 5a. Wie vraagt het woord voor een uitleg, meneer Ancio? Ja, dank u voorzitter. Collega's, zonder dat het de bedoeling is dat ik heel het verzoek, neem ik aan, hier toelicht, wil ik toch enkele zaken, naar aanleiding van deze punten, toch enkele zaken meedelen. 1. Wij hebben een verzoek tot opstellen van een informatieverslag neergelegd met steun van een behoorlijk uitgebreide groep collega's, met name, als ik me niet vergis, de Verenigde Oppositiepartijen, die dit verzoek ondersteunen. Maar ik heb ondertussen vernomen dat er ook mogelijkheid is dat andere partijen dit voorstel zouden kunnen ondersteunen. Het voorstel is erop gericht om na te kijken hoe er een betere samenwerking kan ontstaan tussen de federale overheid enerzijds en de gemeenschappen en het Brusselse hoofdstedelijke kwestie in beperkte mate eveneens, rond culturele aangelegenheden. U weet dat culturele aangelegenheden vanzelfsprekend een absolute belangrijke basisbevoegdheid zijn voor de gemeenschappen. Maar ook de federale overheid heeft nog altijd culturele instellingen. En een deel van die culturele instellingen zitten trouwens onder wetenschappelijke instellingen, zoals u weet. Nu, de samenwerking daar rond, daar loopt het soms nogal eens mank. En vandaar dat wij uitdrukkelijk daar rond een rapport zouden willen opgesteld zien. Mevrouw de voorzitter, daar het de bedoeling is dat de verzoeken tot opstellen van een informatieverslag, dat dat niet zozeer een meerderheid-oppositiespel wordt, dat dat niet zozeer een aangelegenheid is waar dat, als het van de oppositie komt, de meerderheid zich tegen verzet en als het van de meerderheid komt, de oppositie zich tegen verzet, vind ik het nuttig om minstens te bekijken of we rond deze tekst en dit onderwerp ook een stuk overeenstemming kunnen vinden. En ik heb er op zich dan ook geen probleem mee om te kijken of dat die tekst van het verzoek tot het opstellen van het informatieverslag nog eventueel moet aangepast worden in lichte mate, zodanig dat andere fracties kunnen meestemmen of mee dit indienen. Ik wil wel één zaak zeggen. Ik vind persoonlijk dat wij moeten... er is een algemene tendens dat een commissie niet met te veel informatieverslagen tegelijk kan bezig zijn. Er is een tendens bij sommigen dat dit maar één tegelijk kan zijn. Nu, mijn inziens is dit niet nodig dat het er beperkt wordt tot één. Maar dat is een debat dat we zeker nog moeten voeren, maar dat ik natuurlijk hier even meebreng.
Ik ga niet zeggen dat we met 25 informatieverslagen tegelijkertijd moeten bezig zijn. Dat begrijp ik perfect. Maar het is toch ook wel zo dat een deel van die informatieverslagen slechts door enkele voorbereid worden en gespecialiseerde collega's eigenlijk getrokken worden. En dat ondertussen er misschien ook andere informatieverslagen zouden kunnen behandeld worden. Het is iets wat ik naar uitkijk dat we in deze Senaat echt kunnen over meerderheid oppositie kunnen bespreken. Hoeveel informatieverslagen. Maar vandaag lijkt het bijna alsof deze Senaat, quote non, zo weinig mogelijk wil doen. En dan komt er heel wat kritiek in de pers. En ik denk dat dat een slecht signaal is. Ik denk dat we duidelijk ook naar de publieke opinie moeten duidelijk maken dat wij niet het aantal, niet de kwantiteit, maar wel de kwaliteit stelt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat die toch ook wel een instelling is die, gelet op haar bevoegdheden, die bevoegdheden te volle wil uitputten en daar ook voor wil gaan. Dus in die zin ben ik bereid, op vraag van andere collega's, om dit niet terug te trekken, voorzitter, maar uit te stellen. Zodanig dat het op de agenda blijft staan en dat we ondertussen tussen oppositie en meerderheid of tussen de fractieleiders een overleg kunnen organiseren om te kijken hoe we de werking van de, of het aanpakken van die informatieverslagen zullen aanpakken in de toekomst. Dank u. Dank u wel, meneer Rancio. Monsieur Wall a demandé la parole. En dan meneer De Gucht. Monsieur Wall, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente, mais je voudrais d'abord faire remarquer qu'il n'y a aucune règle qui limite le nombre de rapports que peut examiner une commission. La preuve, c'est que déjà à la Commission des affaires transversales communautaires, il y a deux rapports qui vont être pendants. Donc là, il n'y a pas, je voudrais rassurer M. Anciot immédiatement. Par ailleurs, je pense que le texte de la proposition est effectivement intéressant, mais nous sommes un peu en train d'essuyer les plâtres. Et il est évident que nous devons trouver le rythme de croisière. Je crois que la proposition de M. Anciot est tout à son honneur, à savoir de pouvoir effectivement, entre les différentes formations politiques, avoir les contacts voulus dans toute la mesure du possible. Je dis bien dans toute la mesure du possible, ça ne va certainement pas être une règle, mais d'avoir, si possible à nouveau, une sorte de consensus. Et donc la proposition de report de l'examen de la proposition de M. Anciot, ça je vais y arriver, va... Tant que vous ne l'appelez pas Barthes, va, moi, ce que je faisais. Je l'appelais tout le temps Barthes. Nous agrée en ce qui concerne le MR parfaitement. Meneer De Gucht, Niemann fragt het woord. Oui, moi, je voudrais saluer évidemment cette démarche. C'est vrai que nous avons un processus un peu empirique pour mettre au point cette procédure de rapport d'information. Je pense que c'est important de pouvoir allier un certain nombre de composantes et que ce serait dommage parfois que pour des raisons majorité-opposition, des rapports ou des demandes de rapports soient rejetées alors que les idées sont bonnes, voire excellentes. Donc je pense que c'est important de pouvoir rechercher des points d'ancrage et voir un consensus. Et donc je prends note de la proposition de report. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection. Geen bezwaar voor het uitstel van dit voorstel. Ja, geen bezwaar. En dan kunnen we streven naar punt 5b. Meneer Anciot, misschien een kort uitleg. Ja, voorzitter, ik ga het heel kort houden. Ik kan u natuurlijk hier hetzelfde zeggen. Het is niet de bedoeling dat ik alles herhaal. Het gaat hier over een verzoek tot opstellen van een informatieverslag rond de problematiek, de strijd tegen kinderarmoede. Ik begrijp dat over alle partijen heen, hoop ik toch, en daar ben ik nogal gerust in, dat dit een absolute prioriteit ook wel is. En dat dit een voorstel is dat een consensus zou moeten kunnen wegdragen bij de meeste partijen.
En dat bij gevolg er hier ook misschien het wel nuttig is dat we eerst even overleggen dat het hier geen spel is, want het is zo ingediend door de oppositie, dus wordt het weggestemd of andersom. Nee, ook hier stel ik dan voor dat het uitgesteld wordt naar een volgende plenaire vergadering, zodanig dat we overleg kunnen plegen tussen de fractieleiders om een grotere steun voor dit voorstel te bekomen. Dank u. Goed, meneer Rancio. Ik denk dat het de wijsheid is. Ja, het is voor de compte-rendu, voor het verslag. Je pense que c'est vraiment très bien, parce qu'on va pouvoir avancer sur ces importantes questions, je n'en doute pas. Ok, donc, alsjeen bezwaris kunnen we naar punt 5 ze streven. Monsieur Mahou, peut-être pourrait-on traiter le point C avec le point F, sauf erreur de ma part, parce que nous sommes, et voir un peu lequel des deux propositions vous retenez en l'occurrence. Écoutez, Madame la Présidente, formellement, je retire le point C. D'accord. Formellement, donc, celui-là, il est retiré, il n'est voilà. Pas posé. Ok, d'accord, retiré. Et je viendrai, pour respecter l'ordre du jour, parfait. Au point F, au moment où il arrivera. Alors, c'est toujours à vous, Monsieur Mahou, avec le point D. Oui, je ne vais pas exposer la justification de ce texte. Ça concerne un problème de santé. Il me semble que, puisqu'il faut le réaffirmer chaque fois qu'on propose quelque chose, ça me paraît être un problème assez transversal, la santé, qui intéresse... À mon avis, je peux me tromper, mais l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes, ou l'ensemble, me semble-t-il, des parlements avec pouvoir normatif, ils en ont tous, sont impliqués, et donc il me semble, en tout cas, que c'est un thème qui peut être discuté dans notre Assemblée. Je pense qu'il faut, chaque fois qu'on présente un texte, pouvoir justifier, effectivement, que ça concerne notre compétence. J'attends évidemment toutes les objections qui pourraient être formulées par rapport à ce que nous pensons, nous, groupe socialiste, qu'il s'agit effectivement d'un thème transversal et sur le plan institutionnel aussi, qui concerne l'ensemble des assemblées. Sur le fond, il s'agit aussi de pouvoir déterminer par rapport... dans le cadre d'une politique de santé publique, une politique environnementale, la détermination des applications, et là sur un thème bien précis également des initiatives européennes, le fait qu'il existe des initiatives qui sont des initiatives des États membres, qu'il peut y avoir des applications différentes d'État membre à État membre, et que des études par rapport à ça, en tout cas un travail par rapport à ça, pourrait nous amener peut-être soit d'anticiper par rapport aux directives européennes, soit de corriger les applications qui sont des applications ne correspondant pas aux intentions initiales. Il y a une série d'éléments qui ont déjà été traités dans notre Assemblée, qui ont abouti d'ailleurs... pour certaines initiatives à une interdiction. Je pense au bisphénol, par exemple, où l'interdiction a été prise dans notre pays, en tout cas en ce qui concerne les produits à destination des enfants en bas âge. Mais il existe des directives européennes concernant la vérification de l'innocuité, de la non-toxicité de toute une série de produits qui ont trouvé des applications minimalistes dans beaucoup de pays européens. Il serait intéressant de savoir ce qu'il en est dans notre pays. La directive REACH, par exemple, est un bon exemple tout à fait particulier. Ceci dit, j'ai entendu effectivement mes collègues. Il me semble qu'il faut pouvoir peut-être serrer quelque peu, même si ça ne doit pas être absolu, car il faudra pouvoir déterminer la manière dont nous allons travailler, et donc je propose de reporter ce point à une prochaine réunion. Je voudrais ajouter, puisque j'en ai l'occasion, Madame la Présidente, de la nécessité de préciser qui introduit
les rapports d'information. Le règlement, c'est plus que le règlement. La Constitution. C'est la Constitution qui nous impose évidemment des règles en termes d'introduction de ces rapports d'information. Je tiens, même si de temps à autre il y a des démarches plus consensuelles qu'à d'autres moments, à considérer quand même que les dépositaires finalement des rapports et des propositions sont les dépositaires qui en ont jusqu'à nouvel ordre effectivement la maîtrise. Et donc, il faut, à partir du moment où ces textes sont déposés, il faut bien évidemment, finalement, que ce soit les dépositaires qui considèrent que ces textes sont ouverts de manière plus large à co-signature ou ne le sont pas. C'est ce qui se passait avant qu'on inscrive dans l'ordre du jour l'ensemble des signataires. On établissait avec un maximum de 10 signataires de propositions. On déterminait ces 10 signataires en déterminant si il pouvait y avoir des ajouts, pas par rapport aux 10. Ici, il y a des signataires. Je pense qu'à partir du moment où les textes sont adoptés par notre Assemblée, la liste des signataires est close. Oui. Je veux bien imaginer qu'il pouvait y avoir un flou ici. Je pense qu'il y a une demande de membres de deux groupes politiques de pouvoir se joindre aux signatures. Je dirais que comme signataire, je n'y vois pas d'objection, mais ça devrait rester l'exception par rapport à une règle générale. Oui, Monsieur Mahou, vous avez raison de le souligner, et donc j'y viendrai peut-être, c'est pour le point E et F, où il y a des signatures qui se sont ajoutées, et à cette occasion, je vous demanderai votre accord sur la proposition de rapport d'information telle que modifiée avec l'ajout des signatures pour le prendre en considération et le traiter. Mais je pense qu'effectivement, et nous adoptons maintenant, nous mettons en place une façon de travailler, une procédure et donc une jurisprudence dans cette procédure, qu'on pourrait, et c'est ainsi que nous avons eu la discussion au bureau, et j'en fais part en plénière, dire qu'une fois que l'ordre du jour est adopté, eh bien, et que les convocations sont envoyées, eh bien, comme je dis, on arrête les compteurs, on cliche la situation avec le nombre de signatures et les personnes qui s'ajoutent. Je pense qu'effectivement, la négociation doit avoir lieu antérieurement, parce que c'est un peu une négociation de savoir qui soutient quoi. Et donc, à un moment donné, il faut s'arrêter, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer un ajout de signature jusqu'au vote. Et je pense qu'il faut, disons, pour la clarté du débat et pour la bonne marche de nos travaux, dire à un moment donné, on arrête et je propose que ce soit au moment de l'envoi de l'ordre du jour, de la séance, sauf évidemment en cas urgent, exception, où on peut toujours modifier l'ordre du jour. Je l'ai appris maintenant. Voilà. Alors, je note que ce point est reporté. Alors, punt E. Donc, Wigan over... attendez, voilà. C'est... tot de bespreking van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijk regelen van meeouderschap. Meneer De Gucht, u heeft het woord. Ik moet toevoegen dat nog een meetekening zich toegevoegd heeft. Het is meneer Lood Verrijk. Meneer De Gucht, u heeft het woord. Geachte voorzitter, geachte collega's. Internationaal staan wij bekend als meest progressieve land ter wereld wanneer het gaat over het recht op individuele zelfbeschikking en de bioethische thema's. Dat ons die eer is weggelegd, is in grote mate te danken aan het wetgevende werk dat hier, in dit halfrond, is geleverd. Het is een streven ingegeven om aan elke burger zonder discriminatie de mogelijkheid te geven in alle vrijheid aan zijn of haar leven invulling te geven. Ook wanneer het gaat over de meest naaste mensen met wie ze zich willen omringen, de gezinsvorm waarin ze willen leven.
Zo is het dankzij deze assemblée dat personen van hetzelfde geslacht elkaar kunnen huwen. En evengoed zijn wij als wetgever tegemoet gekomen aan de mogelijkheden die de vooruitgang in de geneeskunde ons biedt. Met de wet op de medische begeleide voortplanting hebben wij het mogelijk gemaakt dat koppels die uitgedaagd worden door fertiliteitsproblemen ook hun kinderwens in vervulling kunnen zien gaan. Maar evengoed, zodat een alleenstaande vrouw bewust voor het alleenstaand moederschap kan kiezen, voor haar eigenste gezinsvorm kan kiezen. En vorige legislatuur hebben wij ervoor gezorgd dat een meemoeder niet langer een slopende adoptieprocedure van minstens 9 maanden moet doorlopen, maar dat zij vanaf automatisch meemoeder is wanneer de vrouw met wie zij gehuwd is bevalt. Maar, om het met een boutade te zeggen, het werk is nooit af. Ook vandaag houden er nog steeds discriminaties stand in onze wetgeving. Nog niet iedere burger kan in alle vrijheid zijn of haar wens op de zijn of haar gezinsvorm van keuze in vervulling zien gaan, omwille van wetgevende obstakels. Vooralsnog voorziet de wetgeving namelijk niet in gelijke afstammingsregels voor mannelijke homoseksuele koppels enerzijds en lesbische en heteroseksuele koppels anderzijds. Verbonden hiermee is er de afwezigheid van een wetgevend kader voor het draagmoederschap. Het zet de deur open voor mogelijke misbruiken zoals mensenhandel en het objectiveren van het vrouwenlichaam. Indien voor deze twee wettelijke lacunes een oplossing gevonden zou worden, zou er bovendien een nieuw hiaat in de wetgeving kunnen ontstaan. Het zou er immers toe kunnen leiden dat meerdere volwassenen een directe verwantschapsband met een kind kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan enerzijds de wensouders en anderzijds de draagmoeder. Maar volgens de huidige wetgeving is het echter niet mogelijk om aan alle betrokken volwassenen ouderlijk gezag toe te kennen. Indien deze Senaat haar historisch gegroeide rol als ambassadeur van een progressieve wetgeving die keuzevrijheid promoot en discriminatie bespreidt, ter harte wil blijven nemen, is het onze taak op zoek te gaan naar oplossingen voor deze heersende tekortkoming. Daarom hebben we over partijgrenzen heen, over meerderheids- en oppositiegrenzen heen, als dit al zou bestaan in deze assemblée, een informatieverslag neergelegd dat een onderzoek wil voeren over tegemoetkomingen mogelijk zijn naar die burgers die vandaag nog wettelijk belemmerd worden in hun keuzevrijheid. Dit zal een onderzoek zijn naar de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap en een hiermee intrinsiek verbonden performant wettelijk kader voor draagmoederschap. En het zal een onderzoek zijn naar de mogelijkheden voor een eventuele wettelijke regeling om aan meer dan 2 volwassenen ouderlijk gezag toe te kunnen kennen. Indien wij voor deze met elkaar verbonden maatschappelijke problemen een oplossing kunnen vinden, helpen we een bestaande wetgevende discriminatie ten aanzien van homoseksuelen weg te werken. Beantwoorden we aan een mogelijke kinderwens bij mannelijke homoseksuele koppels en bestraffen we potentiële misbruiken die vandaag mogelijk zijn. Ik dank u alvast. Vraagt iemand het woord in de zogenaamde algemene discussie? Ja? Monsieur De Kin, oui. Oui, Madame la Présidente, notre groupe n'a pas souhaité co-signer cette proposition. Non pas qu'on ne souhaite pas participer à un débat sur le sujet, ce sera le cas. Nous voterons au niveau de notre groupe, à l'exception d'un vote pour cette proposition. Nous souhaitons toutefois marquer, je dirais, la différence par rapport à certaines considérations et attendues qui sont contenues dans cette proposition, par rapport auxquelles nous ne nous rallions pas pleinement. D'accord. Vraagt nog iemand het woord? Mevrouw Van Eetveld? Nee? Mevrouw Groots? Ja? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zou willen benadrukken dat in de uiteenzetting. Dus wij hebben dit getekend ook. Hè, dus we zullen dit goedkeuren, maar ik wil toch benadrukken. En ik weet niet of het zo uit de uiteenzetting van meneer De Gucht naar voren kwam. Maar dat wij ons gaan buigen. Dat wij gaan een onderzoek doen van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap. Dus wij kunnen niet vooruitlopen natuurlijk op de resultaten van ons onderzoek. Ik wil dat hier toch ook. Wij wensen dit belangrijke thema in grote openheid te bespreken met iedereen. Maar we kunnen op dit ogenblik natuurlijk nog niet zeggen wat het resultaat is van ons rapport. Dank u. Madame la Présidente, j'ai bien entendu évidemment l'exposé qui vient d'être fait, les remarques formulées.
Nous sommes évidemment tout à fait d'accord avec le fait de rouvrir le débat qui a déjà été largement entamé. Pour mémoire, on a voté un texte à une très large majorité à la fin de la précédente législature qui concernait par définition les couples de lesbiennes, puisque le problème de la gestation pour autrui, j'insiste beaucoup sur le terme. Nous parlons, nous, de gestation pour autrui et pas de maternité pour autrui, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et je pense que la nuance est importante à souligner. Nous avons souhaité, d'ailleurs, dans le texte qu'on parle bien de gestation pour autrui et pas de maternité, même si je pense qu'il faut, comme Mme Groest le dit, pouvoir envisager l'ensemble des situations qui se présentent. Et donc, que la discussion reprenne, ça me paraît être extrêmement important, qui va être amené à discuter de deux problèmes. Le problème de la gestation pour autrui comme tel, avec tout ce que ça implique, y compris sur le plan des pratiques internationales, y compris par rapport aux dérives mercantiles qu'on constate. Et je pense que c'est très important, évidemment, de pouvoir se centrer sur cela, en même temps, évidemment, que la problématique de la coparentalité. Je tiens à signaler simplement que dans le texte, puisque nous sommes ouverts à la discussion, ça ne veut pas dire que nous adhérons d'emblée à des solutions qui se présentaient comme évidentes, on parle du fait que puisqu'il y a des demandes de cette nature qui existent, le problème de la coparentalité qui dépasse le nombre de deux devrait être abordé, mais il devrait être abordé avec le même soin qu'on aborde l'ensemble de la problématique, sans qu'on infère, parce qu'on apporte le problème, qu'il y a des solutions qui paraissent évidentes. Je pense que, poursuivre cette discussion, ça se traduit, ça va peut-être choquer certains, mais dans une forme de tradition et de travail du Sénat qui n'est pas totalement une tradition qui n'est pas totalement neuve. Le Sénat a beaucoup travaillé à cet égard et je pense que c'est intéressant qu'on puisse continuer à le faire. Dank u wel, voorzitter. En ik wil op mijn beurt ook meneer De Gucht danken voor de korte uiteenzetting. En wij vinden het vanzelfsprekend ook een belangrijk onderwerp. En wij hebben ook meegetekend met onze fractie. Dus wij gaan zeker en vast ook onze medewerking verlenen om in de daartoe bevoegde commissie het onderzoek te doen. En u kan daar zeker en vast ook rekenen op onze steun om mee te werken aan het onderzoek in de commissie. Verlangt iemand nog het woord? Nee? We zullen later stemmen over dit verzoek. Dan punt F. Et donc pour le point F, il y a donc, comme nous l'avons indiqué, un certain nombre de signatures qui se sont ajoutées. Et donc Tekeningen van meneer De Gucht, mevrouw Talman, meneer Verreek, monsieur Wall, madame Debu, monsieur Brocci, monsieur Destrebeek, monsieur Evrard et madame De Freyne, enfin votre servitrice. Voilà, sommes-nous d'accord pour traiter la demande ainsi modifiée? Vous avez la parole, monsieur Mao. Oui, donc je répète ce que je disais tout à l'heure, bien entendu, donc nous accueillons avec intérêt les co-signataires supplémentaires, en reprécisant ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où le texte est déposé, je pense qu'il faut clore la liste des dépositaires. Sans ça, on pourrait imaginer effectivement qu'on ne fonctionne ici qu'en consensus. Ça ne me paraît pas être une bonne habitude parlementaire, car je pense que opposition et majorité, ça existe quand même, sinon il n'y aurait pas de raison d'avoir des parlements. Alors, sur le fond du problème, je vais présenter le texte. Je pense qu'on peut le faire en collaboration avec M. Van Ackereux, mais il s'agit véritablement d'essayer de voir la manière dont les directives européennes, en tout cas les textes normatifs européens, sont appliqués dans notre pays. Je dirais, moi, personnellement, particulièrement dans le cas, mais pas exclusivement, dans le cas, évidemment, il y a des compétences partagées. C'est une première chose. Bon, signalons
signalons simplement qu'il y a par exemple, ça n'a rien à voir avec des textes européens, mais ça va au-delà, des traités finalement qui doivent faire un cheminement très très long dans beaucoup de parlements, simplement, et donc à la limite, si on pouvait examiner ça aussi, ça serait intéressant. Je ne parle pas en termes de ratification, puisque je rappelle hélas à mes collègues qu'on a enlevé au Sénat la possibilité d'être l'initiateur d'une démarche de ratification, en tout cas, ou d'approbation des textes qui concernent les traités. Je continue à le regretter parce que je pense que c'est une mission importante pour notre Sénat. Mais bon, fille du passé. On a voté. Et donc, le problème est de déterminer aussi les difficultés qu'il peut y avoir, les différences qu'il peut y avoir dans les applications de région ou de communauté à communauté, et de faire des propositions, peut-être pour améliorer cette traduction en droit belge, peut-être accélérer l'arriéré qui existe, hein, il existe encore, et alors s'enrichir, vous voyez comme on collabore, s'enrichir évidemment des expériences des régions et des communautés, des différences qui existent, pour pouvoir, si c'est une amélioration, les transposer ailleurs. Meneer Dams. Mevrouw de voorzitter, gezien ik begrepen heb dat het de allerlaatste keer is dat men nog kan binnensluipen in de lijst van mede-ondertekenaars. En gegeven het feit dat een zo uitmuntend voorstel is van collega Mahou, zou ik ootmoedig mij nog willen aandienen om alsnog te mogen figureren op deze lijst van hoogwaardigheidsbekleders. Monsieur Mahou. Ah, pardon. Il y avait Madame Thibault préalablement, excusez-moi. Pas de souci, merci Madame la Présidente. Donc en fait, j'ai cru comprendre, enfin voilà, il y a une question ouverte si aujourd'hui le nombre de signatures est clôturé pour ce rapport d'information. Moi je ne voudrais pas ici que l'on puisse conclure que le groupe Écolo Groen a refusé de signer ou pense que le sujet est sans intérêt. Nous n'avons pas été sollicités pour signer ce rapport d'information. Nous n'en faisons pas une histoire, on va travailler parce que nous pensons que le sujet est important et nous serons actifs dans cette commission. La précision me semblait importante. Je vous remercie. Meneer Van Loo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, met veel genoegen willen wij ook dit voorstel van collega Mahou steunen, zoals inderdaad ook aangevuld met bemerkingen van collega Van Akkeren. We kunnen niet ontkennen, collega's, dat de invloed van Europa steeds belangrijker wordt. De regelgeving betreft, het betreft dus een groot deel van de regelgeving die we hier op federaal, maar ook in Vlaanderen, Wallonië, in de deelstaten uiteindelijk zullen stemmen. Vorig jaar kregen we jammer genoeg van de Europese Commissie de bedenkelijke prijs van kampioen zijn in het laattijdig omzetten van Europese richtlijnen. Vaak heeft dit laattijdig omzetten van regelgeving ook wel te maken met onze ingewikkelde staatsstructuur in ons land, waarbij bevoegdheden dikwijls niet homogeen bij één bepaald beleidsniveau thuishoren. Wij menen, dat is het standpunt van onze fractie, dat de zesde staatshervorming het niet echt gemakkelijker heeft gemaakt op dat vlak. Om te proberen ons land weg te krijgen van deze rode lantaarnpositie, denkt de N-VA dat het inderdaad nuttig kan zijn om hierover een informatieverslag op te stellen waarbij de omzetting van EU-recht wordt onderzocht en hopelijk ook kan worden gefaciliteerd. Het rapport zou derhalve de analyse maken, maar ook aanbevelingen kunnen doen om een omzetting te verbeteren, te vereenvoudigen in ons ingewikkeld land. Het niet foutijdig of laattijdig omzetten van EU-regelgeving is een schending van het Europees recht en kan er ook voor zorgen dat de Europese Commissie een inbreukprocedure instelt tegen de desbetreffende lidstaat. Boetes of dwangsommen kunnen dan opgelegd worden aan België en een informatieverslag zal ons alvast helpen om een overzicht te krijgen van onder meer de huidige situatie en een zicht te krijgen op waar gevaren bij die mogelijke omzetting terug te vinden zijn. Ik hoop ook dat het informatieverslag dieper kan ingaan op de interne keuken van ons land wat bevoegdheidsverdeling betreft. Bij eventuele Europese boetes of dwangsommen zal België uiteindelijk als lidstaat van de Europese Unie moeten
betalen. Maar het is echter ook normaal dat in geval van een discussie omtrent deze omzetting, of waar de oorzaak van die laat-tijdige omzetting is, dat ook die kosten, die boetes, die dwangsommen mogelijk verhaald worden op dus de verantwoordelijke overheid. In dit institutioneel kluwen kan een gedegen informatieverslag hopelijk hierover ook enige duidelijkheid brengen. Daarom steunt onze fractie ook de vraag voor het opmaken van een informatieverslag en denken we dat het inderdaad kan bijdragen voor terug een goede leerling te worden in de Europese klas. Meneer De Gucht. Ga eerst het applaus even laten weerklinken. Ja, oké. Okay. Oui, oui, bien sûr. Ik sluit mij eigenlijk grotendeels aan bij wat meneer Van Lauw gezegd heeft. Ik vind dit een bijzonder interessant thema. En ik vind de hervormde Senaat de uitgelezen plaats om over dit thema te debatteren. Ik denk daarboven, wij gaan nu inderdaad enkele aanbevelingen doen, onderzoeken waar de problemen zich situeren, kijken waar wij achterlopen. Ik denk ook naar de toekomst toe dat we dat moeten blijven opvolgen. Ik denk dat de Senaat daar een belangrijke functie in heeft om het overzicht te bewaren en om ervoor te zorgen dat de parlementsleden die hier vertegenwoordigd zijn van de verschillende regionale parlementen daar ook een belangrijke functie hebben om wat hier uitkomt uit dit informatieverslag als resultaat van die boodschap ook over te brengen naar de regionale parlementen waar ze in zetelen om inderdaad de problemen die zich vandaag voordoen, zoals collega Van Lauw juist aangekondigd heeft, namelijk het feit dat wij daar een van de koplopers zijn in het nogal traag aanpassen van onze wetgeving, wat toch ten zeerste spijtig is dat we die naam hebben, dat we dat op een goede manier opvolgen om daar aan tegemoet te komen en dat wij in de toekomst daar op een goede manier kunnen op inspelen. Dus ik denk dat we dat ook in de toekomst doen, nadat dit informatieverslag tot hopelijk een goed einde gebracht is, dat we zelf dan daar van nauwbij moeten opvolgen vanuit deze assemblée. Monsieur Wall, vous n'aviez pas demandé la parole, non? Qu'est-ce qui a demandé la parole? Mevrouw Duran. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Heel kort, om aan te sluiten op de collega's, omzetting van Europese wetgeving naar Belgische. Dat is ook een discussie die wij tijdens de bespreking van de beleidsnota ook in het Vlaams parlement Buitenlandse Zaken hebben aangehaald. Daar merken we ook dat de omzetting van de wetgeving niet zo evident verloopt en veel te lang duurt en dat daar een aantal zelfs sanctiedossiers zijn opgesteld. Ik stel voor in wat dat collega ook zegt, hier een informatieverslag ernstig te bekijken, maar niet te stoppen op de grenzen van wat het federale is, maar dat iedereen vanuit zijn eigen regio, vanuit de eigen regeringen, andere parlementen waar dat ze in zitten, om ofwel parallel de informatie ook daar te bekomen en hier door te geven, of een hoorzitting gemeenschappelijk organiseren. Het zou te zot zijn dat we hier vanuit de Senaat met zo'n informatieverslag bezig zijn en volledig los daarvan in de regio's gaan beginnen. Ik denk dat het ook voor iedereen belangrijk is om dat als één geheel te bekijken indien mogelijk en anders toch ook tezelfde tijd ook de besprekingen in de regio's aan te vangen om daar ook proces-economisch mee bezig te zijn. Zowel inhoudelijk, maar zowel proces-economisch. Dank u. Meneer Van Akkeren en puis monsieur Henri. Ja, ik denk dat het voorstel van meneer Mahou een duidelijk voorbeeld is van een onderwerp waar fracties van alle gezindheden van erkennen dat het een belangrijk thema is. Ik denk ook dat we onder senatoren moeten akkoord zijn dat we alleen maar goede informatieverslagen kunnen maken wanneer we ons voldoende toespitsen op bepaalde thema's. Er zijn nog een aantal andere vraagstukken. Mevrouw Lieten heeft bijvoorbeeld in de commissiebespreking terecht gewezen op de problematiek van hoe komt Europese wetgeving tot stand in het beleidsvoorbereidend proces. Bijzonder interessant thema voor eventueel nog eens een ander informatieverslag. Er zijn vraagstukken die te maken kunnen hebben met nog tal van andere themata die betrekking hebben op het omzetten van Europees recht in Belgisch recht. Ik wil dus niet het onderwerp verbreden, maar ik wil ook, denk ik, in duidelijke synchroniciteit met wat meneer Mahou heeft gezegd, insisteren op het feit, het is niet louter het vraagstuk
van late omzetting. Wij willen ook kijken naar de kwaliteit van de omzetting. En de collega die daarnet verwees, het slaat niet altijd op federaal, maar dat klopt helemaal. Er zijn situaties waarbij drie gewesten, alle drie, geacht worden een omzetting tot een goed einde te brengen. Ook daar kan laattijdigheid een probleem zijn. Maar ik denk dat deze Senaat ook moet aandacht hebben voor de problematiek van verschillende omzetting. En omdat elk abstract argument des te geloofwaardiger is als ik u een voorbeeld geef. Wanneer vandaag Europese regelgeving bestaat met betrekking tot de manieren waarop apotheken in ziekenhuizen moeten georganiseerd worden. En wanneer wij vervolgens vaststellen dat in het Waals gewest, het Brussels gewest, het Vlaams gewest, die Europese regelgeving op genuanceerde verschillende manier wordt uitgevoerd, dan moeten we ten eerste zeggen, het zit in de soevereine logica van elke deelstaat om dat te mogen doen. Maar als dat voor gevolg heeft dat ziekenhuizen op het niveau van hun apotheken niet meer met elkaar kunnen samenwerken, dan is de Belgische burger daar uiteindelijk gedeeltelijk het slachtoffer van. En dus zonder het thema te willen verbreden op een manier die niet acceptabel is, wil ik, en ik denk met instemming van meneer Mahou zeggen, het gaat niet alleen over de laattijdigheid. Het zal ook gaan over de manier waarop wij binnen de deelstaatparlementen en de deelstaatregeringen de omzetting van die Europese regelgeving organiseren en zorgen dat dat voldoende op elkaar afgestemd blijft. Merci Madame la Présidente. Je voudrais moi aussi, au nom du groupe Écolo Groen, soutenir la proposition. Je pense qu'on a là un beau sujet de travail pour le Sénat, puisqu'on n'est pas finalement sur un sujet extrêmement sensible sur le plan politique. C'est une question de fonctionnement, d'organisation de l'État fédéral au bénéfice de l'ensemble des entités. Il y a des directives européennes qui s'appliquent principalement dans les compétences fédérales, d'autres principalement dans les compétences régionales et communautaires. Et c'est évidemment au bénéfice des différentes entités dans les politiques qu'elles doivent mener que l'on a intérêt à ce que les transpositions se passent le mieux possible, et aussi par rapport à l'image, évidemment, que ça peut donner de notre pays à l'étranger, qui engage tout le monde. Donc je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on peut aussi dire, Monsieur le Président Van Ackereux, que ce sujet a mûri aussi dans la Commission, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un sujet dans lequel tout le monde peut apporter, évidemment, un angle de vue et des compléments. Je pense qu'il faut aussi bien mesurer, parce qu'on a eu aussi cette discussion dans la Commission, que l'on ne va pas ici vider avec ce sujet toutes les questions européennes, effectivement, parce qu'il y a des choses d'autre nature. D'ailleurs, dans l'exposé de M. Mahou, on cite par exemple le fait de prévenir des infractions, hein, ce qui est un peu la situation la pire, c'est quand on a tellement mal transposé ou pas transposé qu'on est finalement condamné. Donc on ne va pas traiter ici, je suppose, de la manière de gérer les infractions. On est en amont, on est dans la transposition, de la même façon que j'avais moi évoqué un autre sujet qui était la politique climatique, qui est bloquée aujourd'hui en Belgique entre la répartition des objectifs européens qui sont imposés à nous entre les différentes entités. Ce n'est pas non plus du normatif, puisque c'est là de la politique exécutive qui doit s'organiser entre les gouvernements. Donc, je veux dire par là qu'on a ici un volet très important, qui est peut-être une première étape importante et qui ne doit pas nous empêcher aussi, après, de travailler sur d'autres morceaux de la relation entre la Belgique et l'Europe. Mais en tout cas, nous sommes réjouis de pouvoir travailler très très vite sur ce sujet dans la Commission et d'avoir une discussion intéressante sur le sujet. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un demande encore la parole? Nee? Niemand? We zullen later stemmen over dit verzoek. Et donc, nous procéderons plus tard au vote. Alors, le point 6, point suivant. 6, oui. 6, je compte bien. C'est juste. Dotatie fin de Sénat. Donc, dépenses de l'exercice 2013. En begrotingsverhoudingen voor het dienstjaar 2015. De rapporteur is meneer Ancio en u heeft het woord. Oui. Dank u, voorzitter. Collega's, ik begin even met de rekeningen van het begrotingsjaar 2013.
Het betreft de rekeningen van het laatste volledige jaar van de Senaat in zijn vroegere vorm. Een jaar bovendien waarin de uitgaven niet vertekend werden door verkiezingen. Daar waarbij de begrotingsopmaak nog voor een fors deficit werd gevreesd, is het jaar door de rigoureuze verderzetting van besparingen uiteindelijk met een positief saldo van ongeveer €611.000 afgesloten. In 2013 bestond de uitgavenbegroting nog uit twee luiken. Enerzijds zijn er natuurlijk de uitgaven die met de Senaat zelf te maken hebben en anderzijds nog de uitgaven in het kader van de tussenkomst van de Senaat in de financiering van politieke partijen. Het eerste budget bedroeg meer dan €71 miljoen, terwijl als dotatie slechts €980.000 was voorzien. Dat laatste bedrag was trouwens identiek aan dat voor de twee vorige jaren. Finaal vielen de totale uitgaven 2,63% lager dan was begroot. Dat vertegenwoordigt een besparing van €1.877.219. Op de vergelijkende tabel opgenomen vanaf pagina 12 van het gedrukte stuk kan u voor de meeste posten uit de begroting een onderbenutiging vaststellen. Met als notware uitzondering de moeilijk in te schatten post voor werken aan de historische gebouwen van de Senaat en die voor de gedrukte stukken. Bovendien was voorzichtigheidshalve rekening houden met een indexaanpassing vanaf 1 december 2013. Door de lage inflatie is zo'n aanpassing helemaal niet nodig geweest. Het vermijden van deze meeruitgaven verklaart voor een deel mee het overschot dat uiteindelijk werd geboekt. Zowel de uitgaven voor afscheidsvergoedingen als die voor politiek medewerkers vielen lager uit dan begroot. Ook de uitgaven voor het vaste personeel van de Senaat bleven beneden de begroting, mede gezien de verderzetting van de complete aanwervingstop die reeds in voege is sinds 2010. Het jaar 2013 werd gekenmerkt door het grote aantal gedrukte stukken, waarvan er minder dan in 2012 enkel elektronisch konden worden gepubliceerd. En in 2013 was de Senaat bovendien nog niet volledig overgeschakeld op de drukkerij van de Kamer, iets wat in de toekomst tot besparingen zal leiden. De uitgaven voor communicatie, informatie, publicatie en het camerasysteem blijven ruim onder het budget. Een voornaam aandachtspunt bij de Senaat blijft het gebruik van elektriciteit, gas en water. Er werd hiervoor een licht deficit geboekt. De uitgaven voor de gebouwen die de Senaat zelf beheert bleven evenwel onder de controle met de minder uitgaven van meer dan €20.000 tegenover het budget, dit ondanks de stijging van de eenheidsprijzen. De Senaat heeft zijn politiek inzage energiebesparing in 2013 concreet verder gezet in de vorm van de installatie van de energiezuinige liften, verlichting met LED-lampen, bewegingsdetectoren, minuterieën in de gebouwen die hij zelf beheert enzovoort. In datzelfde kader valt te noteren dat de overschrijding van het budget voor de werken voornamelijk voortvloeit uit isolatiewerken. Het aandeel van de Senaat in de kosten van de bibliotheek bleven beneden de bedragen die daarvoor eerder door de Kamer naar voren werden geschoven. Ook de uitgaven voor het restaureren van meubilair vielen sterk terug ten aanzien van 2012. Bovendien vielen de informatica-uitgaven en die voor het Huis van de Parlementsleden aanzienlijk lager uit dan begroot, omdat bepaalde projecten nog niet konden worden uitgevoerd. Samengevat, door de aangehouden inspanningen om verder besparingen te realiseren, is de Senaat voor de tweede keer sinds 2007 erin geslaagd geen beroep te moeten doen op eigen middelen. Voorzitter, wat betreft de rekeningen van begrotingsjaar 2013. En ik zal nu een rapport over de presentatie van het budget 2015 geven. Voor alle duidelijkheid, iedereen heeft een uitgebreid schriftelijk verslag ontvangen. Wat het budget 2015 betreft, gaat het hier over het eerste volledige boekjaar voor de Senaat sinds de zesde staatshervorming.
Het draagt evenwel nog sporen van het verkiezingsjaar 2014 met zich mee in de vorm van voorzieningen voor afscheids- en opzegvergoedingen. Globaal worden de uitgaven voor het jaar 2015 geschat op €55.133.350. Dat houdt een nominale daling in van niet minder dan 14,75% ten opzichte van het budget 2014, dat nog €64.668.915 bedroeg. De uitgaven worden dus met meer dan €9,5 miljoen verminderd. Vermits een stukje van de uitgaven uit eigen inkomsten zal worden gehaald en de dotatie daardoor op €55 miljoen kan worden vastgelegd, realiseert de regering dus in vergelijking met het bedrag dat zij in het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2015 had voorzien, namelijk een dotatie voor de Senaat van €62.230.000, gaat de regering dus geconfronteerd worden met een besparing van meer dan €7 miljoen. De begrotingsposten waarvoor de uitgaven in zeer belangrijke mate dalen, zijn die met betrekking tot senatoren, bureauvergoedingen, de uitredingsvergoedingen en die voor de politieke medewerkers. Het aantal senatoren is niet alleen verminderd van 71 naar 60. De Senaat betaalt alleen nog de 10 gecoopteerde senatoren. Die ontvangen een parlementaire vergoeding gelijk aan de helft van die van de volksvertegenwoordigers. De bureauvergoeding zijn met ongeveer 60% verminderd en er zijn minder bureauleden dan voorheen. Het aantal terugbetaalde verplaatsingen is eveneens drastisch verminderd. De gewone en buitengewone subsidies aan de fracties zijn verminderd met 75% ten opzichte van de situatie voor de laatste verkiezingen. Het aantal individuele politieke medewerkers werd sterk teruggebracht, wat deels gecompenseerd wordt door een toename van vooral universitaire fractiemedewerkers. Het kabinet van de voorzitter van de Senaat, van wie de taken grotendeels ongewijzigd zijn gebleven, zal nog slechts 2 universitaire medewerkers kennen. De begrotingspost met betrekking tot het statutair personeel vermindert met ongeveer 4%. De Senaat recruteert niet meer sinds 2009 en vertrekkende personeelsleden worden niet vervangen. Ook de mobiliteit van de personeelsleden naar andere instellingen, en ik geef u even het lijstje van tot op heden, thans 11 personeelsleden op proef bij de Kamer en over enkele maanden nog 5 meer, 3 personeelsleden bij het Rekenhof, 2 personeelsleden bij de Verenigde Benoemingscommissie voor het Notariaat, 1 bij het Grondwettelijk Hof en tot slot ook nog 1 bij het Benelux-parlement. Dit alles laat ook toe dat de personeelsleden te verminderen, het personeelskost te verminderen. De Senaat recupereert ook een deel van de loonkost van de ter beschikking gestelde. Een aantal personeelsleden die reeds vroeger naar de Kamer zijn overgestapt, zijn daar definitief benoemd en vallen sinds dan ook budgetair niet meer ten laste van de Senaat. Voor alle duidelijkheid, niet alle personeelsleden die op proef bij de Kamer zijn, vallen ten koste van de Kamer. Die zijn, zolang ze op proef zijn, nog ten koste van de Senaat. Maar dat gaat dus wegvallen in de toekomst. Andere begrotingsposten worden eveneens neerwaarts herzien. Wij denken daarbij aan de parlementaire stukken die voortaan allemaal bij de drukkerij van de Kamer zullen worden gedrukt. Wat niet alleen synergieën, maar ook een besparing per gedrukte bladzijde zal opleveren. Voor nog andere posten zoals meubilair, materieel en multilaterale relaties zakken de deelbudgetten eveneens. Daarnaast zijn er eveneens een aantal begrotingsposten die ofwel onveranderd blijven ofwel heel licht stijgen. Het betreft hier elektriciteit, verwarming, bibliotheek, bilaterale relaties, wagenpark en het restaurant. Wat het energieverbruik betreft wil ik opnieuw onderstrepen dat de Senaat op dat vlak een voorbeeldige rol speelt waarop we terecht fier mogen zijn. Enkele begrotingsposten voor werken en het huis van de parlementairen stijgen nogthans significant. Bepaalde grote werken zoals het aanpassen van de branddetectie zullen over verschillende jaren worden gespreid. Het 50% aandeel van de Senaat in de kostprijs voor het verwezenlijken van de vervanging van de branddetectie in het huis van de parlementairen enerzijds en die van het conform maken van het Paleis der Natie
aan de brandnormen. Anderzijds worden op respectievelijk 175.000 en 27.000 euro geschat. De stookketels aan de Leuvenseweg nummer 5 zijn 32 jaar oud en dienen dringend te worden vervangen. Er wordt voorgesteld om naar aanleiding van de in juni 2014 ingediende haalbaarheidsstudie een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op gas te installeren. De uitgave daaraan verbonden zal op termijn door belangrijk minder verbruik gecompenseerd worden. Van de gelegenheid van de werken, nodig voor de warmtekrachtkoppelingsinstallatie zal gebruik gemaakt worden om een regenwaterton te installeren in het reservoir waar de oude ondergrondse stookolietank zat. De kostprijs wordt geraamd op 35.000 euro, ter vergelijking tegen de huidige tariefbedrag waterverbruik 4.000 euro per jaar, in samenwerking met de regie der gebouwen die mede-eigenaar is van de Binnenkoor aan de Leuvenseweg nummer 3, zijn schilderwerken voorzien ten belopen van 135.000 euro. De klimatisatieinstallatie dient te worden vervangen door nieuwe die 57.000 euro zullen bedragen. Zaal A, muren, plafond en vloer worden gerenoveerd voor een bedrag van 70.000 euro. De werkingskosten voor het huis van de parlementsleden die voor 50% ten laste van de Senaat vallen, behelzen het vervangen van een groot aantal liften, van de branddetectie en andere verplichtingen opgelegd in de milieuvergunning als werken in het kader van het veiligheidsplan. Tot slot zal de noodzakelijke vervanging van meerdere cijfers tot een merkbare stijging van de informatiekost aanleiding geven. Mevrouw de voorzitter, dit tot daar het verslag. Ik wil heel kort nog van de gelegenheid gebruik maken om daar een persoonlijke bedenking aan te koppelen. 1. Ik denk dat het toch voor alle collega's, ook gelet op de berichten die in de pers zijn verschenen, moet duidelijk zijn dat er ernstige, en dat wordt door deze cijfers echt wel bewezen, ernstige inspanningen zijn gebeurd de laatste jaren om in de Senaat stevige besparingen op te zetten. Elke post is bij manier van spreken gewikt en gewogen. Dat is 1. Er is natuurlijk een forse besparing gerealiseerd, enerzijds door de problematiek van, het feit dat de senatoren forser minder van 71.000 weddes naar 5 voltijdse weddes of 10 halftijdse weddes. Dat is 1 zaak. Aantal medewerkers is fors gedaald, aantal de subsidie aan de fracties is gedaald en dergelijke meer. Anderzijds blijft, en dat is ook logisch, een bijzonder grote post, de personeelskost van de statutaire ambtenaren. Nu, collega's, zelfs als er geen activiteit in de Senaat zou zijn, moeten deze mensen betaald worden. Die zijn vastbenoemd. De Senaat en de personeelsleden zorgen en proberen, er wordt van alles in het werk gesteld, om zinvol, grondig bezig te zijn. Daar is een grondige oefening rond gemaakt en dat zal, neem ik aan, de volgende jaren nog gebeuren. Maar je kan niet zeggen hoe is het mogelijk dat zelfs in de huidige hervormde Senaat ineens de kostprijs van personeel zo hoog blijft. Als je weet dat er van meer dan 350 naar een aantal van 280 ongeveer voltijdse is gegaan, dan is er al een forse daling. Dat zal zich de volgende jaren nog wel doorzetten, ook omwille van het feit dat er pensioneringen zijn, dat mensen niet vervangen worden. Maar het doel van het bureau is natuurlijk om die mensen ook zinvol in te zetten. En daar zijn heel wat samenwerkingsverbanden voor opgezet. Onder meer een samenwerkingsverband met het parlement van de Franse gemeenschap om te voorzien in vertaling en tolkopdrachten vanuit het personeel van de Senaat. Collega's, ik heb het gevoel dat de politieke invulling, daar zijn we zelf voor verantwoordelijk, maar dat het personeel van de Senaat het niet verdient om voorgesteld te worden als profiteurs. Het zijn bijzonder. Ik zeg dat de indruk. Laissez terminer, monsieur Anciot. S'il vous plaît, laissez monsieur Anciot terminer. Ik zeg dat de indruk
naar aanleiding van de pers kan ontstaan. Ik las een tribune die niet van geen een van onze collega's hier komt. Ik las een tribune die erop wijst dat er meer dan 280 personeelsleden zijn voor, oh goddekes, 8 keren per jaar een vergadering. Dat beeld, dat mogen we en dat moeten we tegengaan, denk ik. Het is niet zo dat deze Senaat, ja, maar ik zeg gewoon, ik probeer dat zonder veel commotie te zeggen. Ik denk dat er hier een aantal van de collega's echt wensen te werken, dat het personeel helemaal niet verantwoordelijk is voor de hervorming die we hebben gestemd, en dat het personeel heel gemotiveerd is om van deze instelling samen met de senatoren iets te maken. Ik denk dat dat gewoon een kans moet krijgen. Dank u wel. Quelqu'un demande-t-il la parole? Mevrouw Maas et puis monsieur. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Bedankt, collega Ancio, voor het verslag. U hebt al heel veel gezegd. Ik denk dat er nog één ding is dat zeker niet mag vergeten worden. En dat is het team van meneer Van Averbeke te feliciteren voor het puikenwerk dat zij hier al jaren doen. Want de financiën van de Senaat worden echt wel goed beheerd. Ik ga niet wegsteken dat wij blij zijn dat er hier aardig wat bezuinigd is. Ik ben ook blij voor 2 posten die toegenomen zijn, die u niet vermeld hebt. En ik ga die, om alle misverstanden uit de weg te ruimen, toch even expliciet vermelden. Want zowel de post taalkursus als de post vorming voor het personeel zijn bijna verdubbeld. Ik denk zelfs meer dan verdubbeld. Dat is met de bedoeling. En ik heb daar diegenen die bij de besprekingen waren in de afgelopen jaren meer voor geijverd. Dat het personeel zo vlot mogelijk kan mobiel gemaakt worden en uitkijken naar andere mogelijkheden. Dus ik denk dat dat inderdaad een goed punt is. En voor de rest denk ik dat de komende jaren de Senaat nog met minder geld gaat toekomen, wat op zich ook een goede evolutie is. Madame la présidente, je ne vais pas répéter ce que monsieur Ancio vient de dire, mais je voudrais quand même rappeler que même si des groupes ici sont insatisfaits, évidemment, du caractère non complet de leur démarche sénaticide, je pense quand même qu'il reste une institution, que cette institution a des missions et que ces missions, elles doivent être remplies pleinement. Je continue à penser ce que je disais à la fin de la précédente législature, que de manière très générale, je me félicitais de la qualité du travail du personnel du Sénat, dans tous les secteurs d'ailleurs. Et je continue à penser évidemment ce que je disais, ce n'était pas une déclaration comme ça circonstancielle. Je continue à le penser. J'ajoute aussi, M. Ancio le disait, que je pense que les fonctionnaires du Sénat ne sont pas responsables des modifications que le politique a voulu. Et je répète, si nous avons voulu que le Sénat soit ce qu'il est maintenant, et il y a eu un accord lors de la précédente législature, et je comprends bien que ceux qui n'ont pas participé à cet accord et qui souhaitaient la suppression du Sénat peuvent se sentir frustrés, mais le personnel n'en est pas responsable à aucun moment. Je voudrais ajouter aussi, parce qu'on lit beaucoup de choses, les journaux dans l'ensemble du pays, que nous devrions, au niveau de l'institution, Madame la Présidente, être particulièrement attentifs à la communication sur la réalité de notre Assemblée et sur qui communique. Ça me paraît quand même fondamental de pouvoir reprendre ça en main de manière bien évidente, en expliquant ce qui a été fait. Le travail tout à fait contributif à la fois des services en ce qui concerne l'élaboration du budget, en ce qui concerne, je pense que ça serait intéressant, finalement, de pouvoir communiquer de cette manière-là, mais de manière élaborée,
toutes les économies qui ont été faites au Sénat, puisque la seule image qui reste, c'est que ça serait une institution qu'on dévalorise. Bah, certains ont peut-être envie de le faire. En tout cas, ce n'est pas notre intention à nous. L'image qui est véhiculée d'une institution qui coûterait très cher, avec du personnel qui est là, du personnel qui est inactif. Écoutez, ça devient totalement inadmissible. Totalement inadmissible. Donc je demande formellement qu'on reprenne en main, effectivement, de manière claire, élaborée, peut-être, avec l'élaboration, non pas d'une stratégie de communication, il n'y a pas besoin de stratégie. Il faut simplement tenter et continuer d'expliquer ce qu'est la réalité du budget qui a été fait par l'ensemble des services avec la collaboration de la Questure au cours de la précédente législature et du groupe de gestion finalement qui a été mis en place. Alors le dire et le répéter, et une fois pour toutes, refuser d'accepter cette espèce de mépris finalement à la fois par rapport à ce que nous sommes, après tout, même si nous travaillons pour beaucoup d'entre nous dans d'autres assemblées, mais à travers ce qu'est l'institution et les fonctionnaires qui y travaillent. Une fois pour toutes, je pense véritablement, Madame la Présidente, sinon on va véhiculer ça pendant la totalité de la législature, qu'il faudrait véritablement faire une communication préparée sur les faits, en réalité, vraiment sur les faits, sur la réalité, et organisons une conférence de presse plutôt que de permettre aux uns et aux autres de distiller quelques informations en fonction, bon, les opinions divergentes, finalement, doivent être rencontrées, mais en fond d'informations qui sont distillées et qui ne correspondent pas à la réalité. Deuxième chose, je lis qu'il y aurait un transfert de sommes qui étaient dues au Sénat et qui sont transférées à la Chambre. Moi, je voudrais préciser, parce que ça risque de minimiser effectivement l'effort qui a été fait au Sénat, on présente un budget, il y a une économie qui n'est pas négligeable, qui est de l'ordre de 7 millions, si je comprends bien, aux alentours, 7 millions d'euros, bien entendu, ça n'est quand même pas négligeable. Ces 7 millions d'euros, c'est une économie qu'on permet de faire à ceux qui auront la décision, finalement, de savoir s'ils la considèrent véritablement comme une économie ou s'ils considèrent que, après tout, cette économie qui est faite par le Sénat peut être utilisé par la Chambre. Mais le Sénat, finalement, n'a aucun pouvoir par rapport à ça. Le Sénat fait l'effort nécessaire. Les efforts vont continuer à être faits, effectivement, en fonction de notre fonctionnement, en fonction aussi de la protection qu'on doit à l'ensemble des travailleurs du Sénat, car en réalité, je dirais 98,5% des travailleurs du Sénat sont statutaires. Et donc, finalement, ces statutaires donnent des droits. Et même si beaucoup de propositions sont faites pour développer des activités autres, je dirais qu'il n'y a aucune obligation finalement qui peut être imposée. Et c'est un élément important à rappeler, et donc, je répète, quand même, un respect pour les travailleurs, un respect pour l'institution, un respect pour le travail des parlementaires, une communication, Madame la Présidente, qui doit être, me semble-t-il, au moins structuré à travers une conférence de presse qui expliquera le phénomène, et puis d'expliquer quand même que les économies, nous les faisons et nous continuons à les faire, mais que c'est de la responsabilité de ceux qui attribuent les budgets aux assemblées de savoir s'ils feront l'économie ou bien s'ils considéreront que les économies n'existent pas, celles qui étaient suggérées, et que ces économies n'existent pas, puisqu'il s'agira simplement d'attribuer à la Chambre les économies que le Sénat a pu faire. Monsieur Wall, et puis je ferai une réaction. Monsieur Van Acker. Madame la Présidente, mes chers collègues, je crois qu'il convient d'éviter les débats inutiles. J'ai effectivement, comme beaucoup d'autres, regretté un certain nombre de considérations de la presse, qu'elle soit du nord ou du sud du pays,
mais c'est la liberté de la presse. Il est donc normal que chacune et chacun puisse s'exprimer. Ce qui m'inquiète quelque peu plus, c'est de voir que ce débat, et cela a été répété par d'autres, que ce débat puisse considérablement démotiver un personnel qui est un personnel excellent. Indépendamment de toutes les décisions politiques qui ont été prises, et je rappellerai, comme cela a déjà été en partie fait également, que d'une part, nous sommes ici tous des partis démocratiques, en tout cas aujourd'hui. Tous ces partis ont soit participé à la réforme du Sénat, soit ont, dans un accord de gouvernement, décidé d'appliquer la sixième réforme de l'État. Donc pas de faux débat si nous voulons bien. Ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'il y a du personnel extrêmement compétent qui, pour l'instant, se demande un petit peu où il se trouve. Alors il est clair que le Sénat, tel que réformé, n'a plus les mêmes missions qu'antérieurement. Il est clair que le Sénat, aujourd'hui, va devoir apprendre à travailler autrement, et il est tout aussi clair qu'il serait inacceptable que le Sénat continue à utiliser un personnel qui serait pléthorique. Ceci dit, cela a été rappelé aussi par M. Anciot, ce personnel, il est statutaire, ce personnel ne peut rien, bien entendu, aux décisions qui ont été prises par le politique, et nous savons que toute une série de mesures ont été prises par Mme de Béthune lorsqu'elle était présidente, par Mme de Fraigne ensuite, de manière à pouvoir trouver les solutions voulues. Moi, je constate qu'un certain nombre de membres du personnel ont été utilement engagés à la Chambre des représentants. Il y a des collaborations qui existent avec le Parlement de la Communauté française. Je sais qu'au niveau du Parlement wallon, les groupes de la majorité, le PS et le CDH, et c'est une option que soutient l'opposition au Parlement wallon, estime qu'il est indispensable, notamment de par le fait des compétences nouvelles de nos institutions fédérées, de créer un service légistique. Pourquoi aller chercher ailleurs du personnel qui est déjà formé? Et je vois M. Peumans, le président du Parlement flamand, qui me fait également des signes qu'il y a des possibilités et qu'il y a déjà des accords qui se font à cet égard-là entre le Sénat et le Parlement flamand. C'est une solution, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ceci dit, si effectivement, et j'en terminerai par là, il faut revoir le budget du Sénat en fonction de ses nécessités, il ne faut pas rêver. Lorsque l'on parle de l'entretien du bâtiment, eh bien, il y a des accords historiques, semble-t-il, avec la Chambre des représentants, la Chambre entretient certains ascenseurs, le Sénat d'autres, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais il est clair que s'il devait y avoir simplement un transfert de recettes du Sénat vers la Chambre, cela entraînerait également un transfert de charges et ça n'aurait donc aucun sens au niveau des bâtiments. Au niveau du personnel, j'en ai parlé, mais il n'en reste pas moins, et je termine par là, que si les missions du Sénat sont revues telles qu'elles l'ont été, il faut que le Sénat garde pleinement, totalement, les moyens de son action. Et ce que je dis là, ce n'est pas une simple expression, ce n'est pas un cas de figure. Le Sénat va travailler, nous voulons le faire travailler, et il faut raisonnablement lui donner les moyens pour qu'il puisse le faire. Je vous remercie. Ik kom hier staan niet omdat ik lang ga spreken, maar omdat ik liever sta op het ogenblik dat ik ook namens mijn groep respect wil uitdrukken ten opzichte van de personeelsleden van deze Senaat. Mensen waarvan ik vorige week door inderhaast een vergadering bijeen te roepen rond een ingewikkeld thema, namelijk dat van de transpositie van Europees recht in Belgisch recht,
een schare van bijzonder kwalitatieve, sterke medewerkers heb leren kennen, die niet liever willen dan nuttig werk leveren in het kader van de normale, constitutioneel overeengekomen opdracht van deze Kamer, die een belangrijke taak te vervullen heeft, bescheiden en, zoals sommige professoren zeggen, niet in staat om begrotingen van de federale regering goed te keuren, maar daarmee niet tot complete machteloosheid of invloedloosheid veroordeeld. Ja, het is duidelijk dat wij als volksvertegenwoordigers dikwijls denken dat de goedkeuring van een begroting, dat het geven van het vertrouwen het ultieme argument is om te zeggen, heb je iets te zeggen? Ik weet dat. Toch ook af en toe eens kijken, er zijn best wel wat organen die begrotingen moeten goedkeuren, vertrouwen moeten geven en die dat niet altijd omzetten in bijzonder veel invloed in dit land. Wij zijn in staat om invloed uit te oefenen. Als we ons houden aan onze taken, onze nieuwe taken, die in zeker opzicht bescheidener zijn dan in het model van het pure bicameralisme. Laat ons om te beginnen niet vergeten dat we nog altijd bicameraal zijn wanneer het over de meest fundamentele wetgeving van dit land gaat. En dat we die bevoegdheid ook moeten ter harte nemen, moeten voorbereiden als de wetgevers die we nog altijd zullen zijn wanneer grondwettelijke of andere belangrijke teksten in dit land moeten gestemd worden. Maar inderdaad, onze invloed zal zich nu vooral gelden door onze capaciteit om te tonen, ook aan de burgers van dit land, dat in het ingewikkelde België, waar af en toe overheden nood hebben om goed op elkaar afgestemd te werken, dat wij in deze assemblée in staat zijn om dat voor te bereiden. En beste collega's, ik ben deze namiddag relatief optimistisch. Ik denk dat we de beste plenaire zitting hebben gehad in onze korte herstart die we tot nu toe hebben gehad. Want wat hebben we vastgesteld? Dat zogenaamde oppositiepartijen, zogenaamde meerderheidspartijen de handen in elkaar slaan. Om te zeggen, wat zijn goede onderwerpen waar wij ons nut kunnen bewijzen? Hoe kunnen we naar elkaar luisteren om te zorgen dat we samenwerkend tot antwoorden kunnen komen, oplossingen waar burgers op zitten te wachten? Niet op vergezochte, ingewikkelde verhalen, toespraken die in andere assemblées meer dan op hun plaats kunnen zijn, maar op een bescheiden en concrete manier oplossend de problemen die de mensen dag in dag uit meemaken, omwille van het feit dat de bevoegdheden in dit land inderdaad zijn wat ze zijn. En dus ik wil inderdaad afsluiten met te zeggen, iedereen die denkt, en ik kijk naar niemand, maar wie zich aangesproken voelt, die moet dat dan voor zijn rekening maar nemen. Maar iedereen die denkt dat men de oude Nederlandse spreuk, wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht, kan vergeten, die vergist zich. En wie denkt dat men op de kap van de personeelsleden van de Senaat op de een of andere manier een politiek gewin kan halen, die zal zeker, niet alleen onze CD&V-fractie, maar ik zie ook aan de ogen van alle collega's, die zal alle serieuze senatoren op hun weg terugvinden. Wij willen werken in deze Senaat. Wij weten wat onze nieuwe opdracht is. We zijn niet zinnes van buiten onze opdracht te gaan. Maar onze opdracht die we hebben, die zullen we volop ter harte nemen, samen met het bekwame personeel dat we hier aantreffen. Ja, dank u ook heel kort, want collega Maas heeft daar net al namens onze fractie de tussenkomst gedaan. Ik voel hier verschillende tussenkomsten in de richting gaan van we moeten nuttig werk leveren en moeten zien dat we toch die sfeerschepping in de pers daar tegendeel van bewijzen. Ik denk, collega's, dat er in hand wordt gewerkt door het feit dat we vandaag terug voor een groot deel met de werkzaamheden bezig zijn en de formatie van die Senaat en de omkadering. Ik denk dat het op één manier kan bewezen worden dat de Senaat nog een meerwaarde heeft. Dat is door inhoudelijk werk te verrichten. En voor alle duidelijkheid, u kent ons standpunt daarover. In het verleden hebben we altijd gepleit voor de afschaffing van die Senaat, maar wij zijn ook legalisten, dus wij gaan mee in het verhaal van de Senaat en wij zullen ook onze rol daarin opnemen. Het is een beetje jammer dat hier wordt gesuggereerd weer, kijk naar de overkant, alsof dat er bepaalde fracties gefrustreerd zouden zijn en geen waardering zouden hebben voor het personeel. Niets is natuurlijk minder waar. U heeft daarnet ook mijn collega gehoord door te stellen dat wij zeer grote waardering hebben voor het personeel dat hier aanwezig is en ook, denk ik, dag in dag uit het beste van zichzelf geeft. Maar toch opnieuw die nadruk erop leggen dat de Senaat natuurlijk niet meer de Senaat is
die het in het verleden was, gelukkig maar, dat de Senaat ook geen Senaat 2.0 zal zijn. En binnen de zeer beperkte taken die de Senaat nog heeft, zullen we onze rol moeten vinden en zullen we moeten aantonen aan de publieke opinie dat er een meerwaarde is. En wanneer zullen we die balans kunnen opmaken, meneer Mahou? Dat zal in 2019 zijn. Dat gezegd zijnde, herhaal ik dus dat wij onze rol zullen opnemen binnen deze Senaat, binnen de bevoegdheden zoals ze daar staan. Collega Van Akker die ook bevestigt dat wij binnen die bevoegdheden zullen blijven. En we zullen zien over een aantal jaar of dat wij daarmee de meerwaarde aantonen naar de publieke opinie toe. Wil je iets toevoegen? Ja, inderdaad. Ik wil mij grotendeels aansluiten bij de woorden van meneer Van Akkeren. Net zoals meneer Van Akkeren is de Open VLD-fractie zich bewust van het talent en de harde werkers die in ons personeelbestand zitten. Die mensen verdienen het niet om op de manier dat zij de afgelopen dagen zijn afgeschilderd in de pers afgeschilderd te worden. Ik denk dat meneer Van Akkeren daar zijn woorden, zeker zijn laatste woorden die hij daarover gezegd heeft, zeer terecht zijn. Nu, ik vind dit de eerste echte zitting, plenaire zitting van de Senaat, omdat het de eerste zitting is die gaat over de inhoud waar wij naartoe willen gaan de volgende maanden en jaren. Dus ik ga mij niet bezondigen aan een uiteenzetting over de werking van de Senaat. Ik denk dat we dat al gedaan hebben en we zullen dat in de toekomst waarschijnlijk op het moment dat de premier zijn visie komt geven doen. Maar ik vond het toch belangrijk om even tussen te komen wat betreft het personeel om hun een hart onder de riem te steken. Want ik weet door mijn contacten met verschillende dat de manier dat men die mensen heeft afgeschilderd de afgelopen dagen is ten zeerste onterecht. En ik denk moesten de mensen die het geschreven hebben, de artikels, naast de telefoongesprekken die zij eventueel gevoerd hebben met enkele mensen, ook eens ter plaatse komen en langer dan 5 minuten en eens spreken met die personeelsleden, dat zij die artikels niet zouden schrijven. Quelqu'un veut-il encore prendre la parole? Voilà, je voudrais dire en qualité de président de cette Assemblée que je regrette aussi les articles dans la presse et que le personnel du Sénat ne mérite certainement pas ces attaques injustifiées et injustes. Nous devons nous inscrire dans le cadre de cette 6e réforme de l'État et comme je l'ai dit dans le discours, oserais-je dire, d'investiture, le Sénat garde des missions qui sont à la fois bicamérales, des missions d'évocation et à cette compétence nouvelle de rapport d'information ainsi qu'une possibilité de contrôle via les questions écrites et d'initiative via les résolutions. Alors, je pense qu'il ne faut pas dénier ces compétences. Nous avons une tâche importante à remplir parce que je crois profondément que cette institution doit être le trait d'union entre les différentes communautés. Je ne connais pas d'État fédéral qui fonctionne sans Sénat. Je pense que c'est important de le rappeler. Dans la logique fédérale dans laquelle nous sommes, le Sénat est indispensable. Demain, on verra bien ce qui se passera ou ce qui ne se passera pas. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, penser que supprimer le Sénat serait une solution, même dans une logique confédérale, c'est une erreur de raisonnement. Mais je laisse à chacun le soin d'avoir sa propre position. Ce qui en est, en tout cas, de notre Assemblée,
j'entends bien, avec l'ensemble des sénateurs, avec l'ensemble des membres du personnel qui méritent notre respect, j'entends bien faire fonctionner cette Assemblée. Moi, je ne suis pas venue éteindre les lumières, je ne veux pas qu'il y ait de blackout sénatorial, et j'ai la profonde conviction que par le travail de profondeur, de qualité, par la réflexion, parce que nous avons cette expérience de chambre de réflexion, nous allons démontrer on the Meerwaarde voor 2019. Je vous remercie. Voilà, point suivant de l'ordre du jour, ce sont les prises en considération. In overweging van voorstellen. Zijn er opmerkingen, bezwaren? Nee? Aangenomen. En dan, we gaan nu over tot de stemmingen. Le bureau a proposé que nous avancions l'heure des votes. Il était prévu 5h30, mais je pense que si je fais un compte rapide, nous sommes en nombre. Je pense qu'on peut, si les chefs de groupe en sont d'accord, Monsieur Wall. Oui, s'il y a possibilité quand même de rappeler... Oui, mais on va sonner, on va sonner. Je ne prends personne en traître, hein. On va attendre, on va faire sonner, c'est fait, ça sonne. Et donc je propose que ceux qui sont encore à la buvette aient le temps d'arriver. Non, parce que je ne vous vise pas, sûrement pas. Tout le monde est là. Alors, je vais reposer. Kunnen we onze stemmingen beginnen? Eerst en vooral voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissie betreft, ingediend door meneer Van Akkere. C'est un article unique. Je vous demande de voter, donc début du vote. Heeft iedereen... Ça ne marche pas, Madame Thibault? Non? Le vote de Madame Thibault ne... Voilà, ça marche. Heeft iedereen gestemd? Tout le monde a-t-il voté? Voilà. 52 aanwezigen, 52 ja, geen nee, geen onthouding. 8 afwezig. Zo, volgende stemming. Voorstel tot wijzigen van de artikelen 19, 21, 25, 26 van het reglement van de Senaat om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen.
Le vote sur l'article unique est commencé. Début du vote. Iedereen heeft gestemd. Tout le monde a-t-il voté? Eenenvijftig voor, nul voor, geen onthouding. Het is aangenomen met unanimiteit. Derde stemming, excusez. Proposition de modification de l'article 79 du règlement du Sénat en ce qui concerne le comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Inkedin, door meneer Steven Van Akkere. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Tout le monde a-t-il voté? Ja. Einde van de stemming. Ah. Veranderen. 29 voor, 13 contre, 9 abstentions. Dus het is aangenomen. Monsieur Deken. Oui, je souhaite justifier. Mahou. Madame la Présidente, je souhaite justifier l'abstention de notre groupe pour le motif que nous aurions préféré le maintien d'un comité d'avis en bonne et due forme. Monsieur Mahou. Je voudrais simplement signaler que la majorité n'est pas en nombre. Que, en l'occurrence, nous ferons les votes, nous continuerons. Mais c'est important à souligner. C'est important à souligner. Dans notre institution et dans cette Assemblée, elle n'est pas en nombre. 60 divisé par 2 égale 30. Mevrouw de voorzitter. Meneer De Gucht. En... Ik ging ervan uit dat wij in de Senaat zaten en dat in een Senaat wij niet uitgaan van een meerderheid oppositievrouw. Alors, Wiesele, nu volgende punt, alsjeblieft. Wiesele, nu gaan stemmen over de dotatie van de Senaat. Dépenses, je commence par ce point-là parce que le vote sur les rapports d'information requiert des majorités spéciales. Et donc, il faut faire ça dans l'ordre parce que sinon, ça va dérégler les machines. Donc, nous allons voter sur la dotation du Sénat. Dépenses de l'exercice 2013 et prévisions budgétaires pour l'exercice 2015. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Tout le monde a-t-il voté? Oui. Einde van de stemming. 52 voor, unanimiteit. Aangenomen. Merci à tous. Alors, pour le... Oui. Ah, voilà. Donc, je vous demande une petite seconde de patience parce qu'il faut faire... Non pas un tax shift, mais un vote shift, c'est-à-dire configurer la machine pour adopter des majorités spéciales, puisque nous sommes aux demandes d'information, aux demandes de rapport d'information, pardon. Alors, je note que la demande d'établissement d'un rapport d'information concernant la nécessaire collaboration entre les institutions culturelles et wetenschappelijke instellingen van de gemeenschappen is uitgesteld.
verzoekt het, het opstellen van een informatief verslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen in zaken de gezamenlijke aanpak in de strijd tegen kinderarmoede in ons land is uitgesteld. En dan la demande d'établissement d'un rapport d'information sur la manière de transposer en droit belge les textes normatifs européens, lorsque ceux-ci font l'objet d'une compétence partagée entre fédérales et régions, est retirée. Je note que la demande d'établissement d'un rapport d'information sur l'impact sur la santé publique des politiques environnementales en ce qui concerne l'utilisation de produits toxiques ou considérés comme toxiques au regard des textes normatifs européens, etc., est reportée. Et donc, nous allons voter. Opstellen van een informatief verslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van mee-ouderschap. Donc, est-ce que la machine est prête? La machine est prête, semble-t-il. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemmingen. Alors, 51 voor, geen nul, 1 onthouding. En het verzoek heeft minstens een derde van de uitgebrachte stemmen behaald in elke taalgroep. En dus is het verzoek aangenomen. Wil u, monsieur De Ken, vous voulez peut-être justifier? Je rappelle la justification de l'abstention. Donc notre groupe est favorable au débat, mais a quelques réserves sur le contenu de certains considérants de la proposition. Merci. Je vous remercie. Alors, nous allons voter sur la demande d'établissement d'un rapport d'information sur la transposition du droit de l'Union européenne en droit belge. Begin van de stemming. Tout le monde a-t-il voté? Iedereen heeft gestemd? Ja. Einde van de stemming. Twee en vijftig voor, 52 pour, geen nul, geen uithouding. En het verzoek heeft een derde van de uitgebrachte stemmen behaald in elke taalgroepen. En dus is het verzoek aangenomen, la demande est adoptée. Je précise que pour ce qui concerne les deux demandes de rapport d'information qui viennent d'être votées, il convient que le bureau se réunisse heel kort pour pouvoir envoyer les deux demandes de rapport d'information. Ça fait partie du règlement à la commission compétente et ainsi nous pouvons démarrer. Voilà. Sauf erreur, l'ordre du jour de la présente séance est épuisé. De vergadering, oui, nous aussi, is gesloten. En volgende vergadering, we zullen envoyer les convocations. Nous allons roepen. Je vous remercie et jusqu'à prochaine convocation. Merci de votre participation.